Vandaag is het dan eindelijk tijd om de droom-PC te gaan bouwen. En het wordt niet zomaar een PC, nee, dit wordt de dikste PC die ik ooit heb gebouwd met een 4070 Ti Super. De nieuwe Intel 9 Ultra die pas net uit is. Dan een super dik moederbord die bij de beeld past. Een hele dikke waterkoeling, voeding, opslag, RGB, alles is aanwezig. En zoals jullie zien ook nog eens in een nieuwe ruimte, want dit is de nieuwe setup. De setup is nog niet af, maar we gaan nu eerst de PC in de setup zetten. Maar ik ben dus inderdaad wel bezig met een nieuwe setup, want ik heb een huis gehaald. Die video hebben jullie misschien al wel gezien, anders kun je die nog checken. En in een nieuw huis hoort een nieuwe setup, dus daar zijn we nu mee bezig. Dus dit is een soort van sneak peek, dat je al een klein beetje kan zien hoe de kamer eruit ziet. De hele video van de nieuwe setup komt waarschijnlijk volgende week, maar eerst dus de PC. En voor de mensen die dachten dat de droom-PC van de Flip-serie komt, waarin ik PC's flip tot mijn droom-PC, daar gaan we gewoon mee verder, dat stopt niet. Alleen is deze video gesponsord door Asus, de producten komen daar vandaan. Die serie gaan we dan verder om of de PC te upgraden, of nog een main PC erbij te bouwen of misschien wel een PC'tje te bouwen voor een giveaway. Dus dat gaan we allemaal nog checken. Dat doen we aan de zijkant. En dit is nu even wat we nu gaan doen voor de main PC. Dus laten we maar gaan bouwen. Dit wordt insane. We beginnen met het moederbord en dat is dit ROG Z890 moederbord. En dit is echt een van de dikste moederborden ooit. Check alleen al de verpakking. Dit is hoe het eruit ziet en deze verpakking alleen al laat wel een beetje zien dat het niet zomaar een moederbord is. Het is dus best een duur moederbord, maar check hoe clean deze is. En het eerste wat we gaan doen is natuurlijk de CPU en dan gaan we deze Intel Core Ultra 9 voor gebruiken. De nieuwste CPU die ze hebben uitgebracht en deze is echt insane. Hier gaan wij zoveel FPS mee halen en zo makkelijk dingen kunnen opnemen, kunnen streamen. Maar dat gaan we dus als allereerste in de PC doen. Je kunt zien. Ultra Core, Ultra 9. Heel erg insane. Dan doen we dus dit klepje omhoog. Je kunt zien, deze staat die omhoog. Dan leggen we die met het driehoekje naar beneden. En dan valt die er super makkelijk in. Met dit dingetje naar beneden en deze naar beneden. En dan springt je eraf. En dat is dan de CPU. Dan kunnen we meteen ook de RAM-sticks installeren. Daarvoor doen we het tweede en het vierde slot open op dit moederbord. Want dan kan hier een RAM-stick en daar. En dat is natuurlijk nice. Voor deze wit met zwarte beeld gebruiken we deze Kingston Fury DDR5 32 GB. Dus heel erg nice voor de beeld. Deze RAM-sticks heb ik ook niet eerder gebruikt, dus het is ook leuk om weer andere RAM-sticks te gebruiken. En die moet je dus alignen met dat dingetje. Kun je hem erin leggen en dan doe je even met twee vingers totdat hij klik zegt en dan zit hij goed. En die doe je dus ook in de andere. Die doe je ook zo en dan met twee vingers klik je hem vast en dan zitten ze helemaal goed. Dat was dan de RAM, dat is ook super easy. Dan gaan we in deze beeld opslag toevoegen. Ik heb één SSD van 1 terabyte, eigenlijk voor alleen Windows en misschien wat programma's die ik snel wil opstarten. En dan heb ik 6 terabyte aan opslag die we in de PC kunnen doen, maar ook mee kunnen. Want ik merk nu dat ik soms gewoon die dingen eigenlijk mee moet nemen om alles erop te kunnen zetten en weer mee te kunnen nemen. Dus we hebben 6 terabyte, zodat dit komt nooit vol als het goed is. En deze kleine SSD heeft ook een hele interessante manier van installeren op dit moederbord. Normaal moet je er iets afschroeven, maar dat bij deze niet. Je kunt met deze naar rechts te doen, dit hele dingetje eraf halen. Kun je er gewoon afschuiven. Dan kun je de SSD erin doen. Kun je dit dingetje naar beneden drukken, deze naar links doen en dan zit hij vast. Dus je hoeft hem niet meer vast te schroeven. Het is gewoon een klein dingetje, maar het zijn wel van die extraatjes waarbij je ziet dat dit iets duurder is, maar wel gewoon bepaalde functies heeft die gewoon nice zijn. Dan kun je deze er weer terug doen. Doe je dit klepje omhoog en dan zit hij vast. Dan halen we dat plasticje eraf en dan is de SSD ook ready. Dan gaan we verder met deze hele dikke Asus koeling. Deze heeft ook een super dikke display. Dus dit is de eerste keer dat ik van Asus deze koeling ga gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat die heel erg nice wordt. Hier schuif je dit eruit. Het heeft eigenlijk een soort van ladensysteem. Want hier heb je de bovenste er dan nog in zitten. Dit zijn de fans. Dit is de koeling. Dan moeten we de Intel bracket pakken. Dit vind ik altijd een beetje het chaotischste gedeelte van de hele PC-beeld. De koeling installeren. Je installeert dus als eerst kleine dingetje achter het moederbord. Dan schuif je die erin. En dan doe je bij alle vier de pinnetjes zo'n rond stukje eromheen. Dan heb je dus deze extreem grote unit die we erop moeten doen. Op de koeling. Dus er zit wel koelpasta bij deze om hem in elkaar te maken. Maar het is niet nodig. Want er zit al een kantje koelpasta op. Dat is ook echt heel erg chill. Dan zet je hem gewoon op die schroeven die je er net in hebt gedaan. Heel simpel. Een schroevendraaitje erbij. Same. Ik weet niet of je hem nog verder hoeft te drukken. Ik denk het niet. Die zit eigenlijk gewoon zo goed. En dit is wel echt een unit van een blok. Maar straks met de RGB wordt dat waarschijnlijk wel echt insane. En de PC-buizing die we gaan gebruiken is deze. En die zorgen we dat we in alle rondjes vallen. Dan hebben we hier de schroefjes in zitten. Met die schroefjes kunnen wij het moederbord vastmaken. En zoals je kunt zien hebben we dus al deze schroefjes vastgemaakt. En is het moederbord ready. Dan gaan we dus nu de radiator aan de achterkant van de PC vastmaken. Doordat we ook de RGB fans erop kunnen doen. Zijn de fans aan de onderkant, aan de zijkant en aan de bovenkant is deze PC buizing glas. Dus we hebben 7 RGB fans en natuurlijk een display. Dus nu kunnen we overgaan naar het leukste onderdeel van alles. En dat is
namelijk de videokaart. En daar gaan we deze hele dikke 4070 Ti Super voor gebruiken. En dat is niet alleen een hele grote kaart, maar ook nog eens een hele goede. En de packaging alleen al, die verraadt hoe dik deze kaart is. En moet je nou toch eens kijken. Wat een ongelooflijk mooie videokaart, die ook echt extreem groot is. Eerst gaan we nog even deze dingetjes aan de zijkant losmaken, zodat er ruimte is om hem erin te doen. De kaart is echt huge, dus ik moet er denk ik wel 3 openmaken. Dus wat je dan doet, is je schuift hem erin, ter hoogte van de ingang van de videokaart kijkt of die helemaal goed zit. En dan druk je hem nog even erin en dan hoor je een klik en dan weet je dat die goed zit. En wat je dan weer doet, zijn die schroefjes even terughangen en die moet je dan doen terwijl je zorgt dat die goed hangt, zodat die ook ondersteuning heeft. Check even hoe clean het is. Videokaart erin. PC ziet er dan dus zo uit. Zonder de RGB denk je nog Maar zometeen als er RGB is, wordt dit die. Je hebt dus zo'n dingetje die je in de videokaart doet en dan heb je deze 3 nodig. Het is natuurlijk beest van een videokaart. Dit is ook de eerste keer dat ik een PC heb met niet 4, maar 5. Dus de overkill 5 monitoren setup. Ga ik niet doen, maar zou wel kunnen. Maar goed, het leukste gedeelte is nu geweest. En nu komt het allerstomste. En dat is namelijk de cable management. Want wie vindt dit leuk? Niemand, maar het is zo essentieel. Dus ja, dit daarin. Is niet het meest interessante of sexy onderdeel van een PC. Maar als je dit ziet, dit is gewoon clean. Damn, dit is echt, voor een voeding vind ik dit nog leuk om naar te kijken. Dat is echt insane. Ik ben gewoon onder de indruk van een voeding, jongens. En dan is dit het moment van de waarheid. First try op het streepje. Ik zie hier en daar een lampje, dus dat is een goed teken. Waar zit de aanklok? Die zit hier. En we hebben RGB. Hij doet het gewoon in één keer. Hij doet het gewoon in één keer. En dat is Warzone. Op het moment dat deze video online komt, is er ook een nieuwe COD uit. Dus dan is het natuurlijk helemaal chill om dit te testen. Dit zal een beetje dezelfde performance geven. En zoals je linksboven kan zien, tijd, high settings. Dit ziet er gewoon heel nice uit. Laten we eerlijk zijn. En normaal heb ik nogal wel wat lag met COD of zelfs Warzone. Maar nu ziet het er echt super chill uit. En dat is natuurlijk helemaal top. Dan kunnen we straks, wanneer COD uit is, of dat is misschien nu al, dan kunnen we gewoon COD spelen zonder lag, zonder problemen. Ik blijf altijd boven de 200 fps zoals ik het nu zie. Dus dit is top. Knocked. Hij is knocked. We hebben hem. Let's go. Oké, ik was die guy echt totaal kwijt. Kijken of we deze gulag nog even kunnen winnen. Dat zou wel chill zijn. Oeh, mama naar boven. Maar dat mag niet. Dat mag niet. We komen niet de gulag uit. Er wordt gefight in de gulag. Oh, en er zit iemand beneden. Kijk, deze sweat. Level 12, 105. Ja, daar ben ik dus niet tegen bestand. 64ste is niet zo lekker. Oké, we zijn er en we zitten echt boven de 400 fps op high settings. Dan heb ik tegelijkertijd ook nog een stream aan voor de gameplay, zodat jullie ook een wat betere beeldkwaliteit hebben. Ik weet niet of ik dat ga gebruiken. Alleen, het leek me wel nice om het in ieder geval te hebben, voor het geval dat de beelden wou gebruiken. Maar het kost natuurlijk voor de PC wel weer wat framepjes. Maar met zo'n PC, ik moet er toch ook mee streamen. Dus het moet het ook gewoon doen. En dan weten we meteen een beetje hoeveel FPS we kunnen halen. Tot nu toe gaat het eigenlijk wel lekker. Ik bedoel, het loopt insane vloeiend. We hebben 500 FPS heel de tijd. Dat is natuurlijk hartstikke lekker. Hier mis ik wel echt even. Mijn temperaturen en verbruik komt ook niet extreem hoog. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want als dat wel het geval zou zijn, dan ga je dus frame drops krijgen of minder FPS. Maar dat is allemaal gewoon easy.
Gewoon vloeiende gameplay, wat heel erg belangrijk is bij dit soort games, shooters. Hoge FPS en raakschieten is heel erg belangrijk. Ik sta trouwens ook op dit moment dat ik dit opneem. Dat moeten jullie ook even niet vergeten bij het maken van de content. Ik ben dus bezig met de setup zoals jullie kunnen zien. En dat betekent dat ik ook nog geen bureaustoel heb op dit moment. Of in ieder geval, ik heb hem, maar hij staat nog niet in elkaar. Dus Valorant is ook geslaagd, is geen probleem. Ik ga deze game toch niet winnen, maar we kunnen wel stellen dat Valorant is geslaagd. Ik denk dus dat we wel kunnen stellen dat deze PC de dikste PC is die ik tot nu toe heb gebruikt. Hij ziet er niet alleen goed uit, haalt niet alleen goede FPS, maar houdt ook nog eens alle onderdelen gewoon cool. Wat natuurlijk super belangrijk is voor gamen, streamen en eigenlijk alles wat met een PC te maken heeft. Dus ik ben echt heel erg blij met de drone PC en die kan nu in deze setup komen. Waarschijnlijk is de volgende video een volledige setup bouwen video, want dat is wat ik nu ga doen met de nieuwe PC, een nieuwe setup bouwen. En als jij wat van de onderdelen wilt checken voor je bijvoorbeeld jouw PC, zal ik alles in de beschrijving zetten. Ook moet ik Asus nog bedanken voor deze dikke samenwerking en heel veel dikke onderdelen in deze PC. En als je naast onderdelen bijvoorbeeld ook nog een muismatje nodig hebt voor in je nieuwe setup of je upgrade setup, kun je ook altijd nog Tommy Boy muismatten halen. Die zal ik ook linken in de beschrijving. Zoals deze, super dik voor je setup. Daar support je ook nog mij en de channel mee. Dus een upgrade voor jouw setup kun je zeker maken. En dan moet ik nog één ding doen en dat is jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet om een like achter te laten als je de video leuk vond en te abonneren om dit soort video's niet te missen en de nieuwe setup. En dan zien jullie mij later.